is leuk dat jij deze gloednieuwe video en vandaag gaan wij Farming Simulator 22 spelen. En we gaan weer verder waar we gebleven waren. De vorige keer hebben we namelijk drie dingen gekocht. We hebben namelijk een veldakselaar gekocht, een trekker en we hadden nog een Outlook trailer gekocht. Dus vandaag gaan we weer door met alles. En vandaag gaan wij, denk ik, eventjes alles inzaaien. We gaan mais inzaaien namelijk. Waar we even naar moeten kijken is... Nee, misschien staat hier tussen. Seizoensgroei. Nee. Het staat er gewoon niet bij. Jemig. Want dit is onze nieuwe. Ja, ja, een nieuwe trekker. Ik vind hem echt mooi hoor. Vet jongen. Daarmee gaan wij denk ik even kijken wat we kunnen doen. Ik denk... Dat ene grasveld. Dat is al lang klaar om te oogsten. Maar wat we hier ook op kunnen doen. Hierop. Dat is mais. We moeten even kijken of PK dat ding heeft. Even kijken, dat ding heeft... Oh, moeten we nog wel even repareren, maar dat maakt niet uit. 68. Nou, die is daar denk ik niet geschikt voor. Maar wel voor kleinere dingetjes en zo. Zoals al die dingen. Gaan met de Valtra Valmet. Oké, daar gaan we. Moet die hier zien uit te komen. Maar het lukt wel. Ja. Wachten. Even goed zetten. Dan moet hier eerst in uitkomen. Trouwens, kunnen we hier wel mais mee doen? Serieus, kunnen we hier echt geen mais mee doen? Ga ik even kijken hoor. Staat hier mais? Meen je niet. Dat meen je niet. Wij hebben een... Ja, we hebben planten nodig. Shit. Dat is wel voor poep. Nee. Nee joh. Ja, dit is mais. Maar dat is nou weer... Zo irritant aan het ding, hè. Want deze is 6 meter...
We hebben er één van 6 meter. Laten we deze doen en dan huren we hem. 3000 per dag, per werkuur. Nou, kan wel. Ik vind wel dat kan. Maar dan moeten we nu dit. Nee joh. Dit is irritant al die dingen. Ja, ik weet het. Ik weet het jongens. Dit is echt irritant. Daar moeten we ook nog voor sparen, vind ik. Ja. Kan het nog net, dit? Nog net. Ja. Wat een scheidje. Goed ding. Nou, ik vind dat die recht staat. Ik vind hem mooi. Maar dan gaan we nu op naar de winkel. Hé, hey, we kunnen oogsten, we kunnen oogsten. Oh, dit. Op, ga met die bananen, joh. Ik zie het nu pas, maar we kunnen gewoon oogsten hier. Dat is ook best relaxed. Want als we deze kunnen oogsten, dan is dat echt... Heel warm. Ja, we zijn zo aan het werk. Ik vind dat deze er wel mooi voor gemaakt is. En dan pakken we even de ploeg. Hebben we überhaupt een ploeg? Oh, we moeten ook nog dat gaan kijken. Peter heeft een ploeg. Of... Weet je, we gaan het ook wel even kijken. Nee, we kunnen net zo goed eigenlijk een cultivator. Hier, cultivator. Gewoon even een beetje mooier. Ja. Weet je wat, we doen deze. Dan huren we deze ook. Wat we dan doen. Oké, jongens, het is iets anders dan verwacht. Ik had verwacht dat het iets sneller zou gaan. Maar dat boeit niet. Dat boeit echt serieus helemaal niks. Ja, zo. Komt die daar naartoe? Ja, hoor. Gaan we met de banaan. Oké, dus. Zou deze te kunnen? Ja. Oh shit. We hebben nog wel even. Ja, dat boeit niet even niet.
als we nou mais kunnen hakselen bij iemand anders of zo, zou dat wel mooi zijn. Want dan kunnen we namelijk die dingen lenen. Dan kunnen we die hakselaar lenen en dan pakken we onze hakselaar. En dan zijn we zo klaar eigenlijk. Oké, waar we naar gaan kijken. Oké. Wat we nog meer moeten kopen, dat is een... Wat we echt moeten kopen, bedoel ik. Dat is... Even kijken. 650, ja, dat is mooi. Staat ook nog even kopen. Als het goed is, kan hij dan die kleine dingetjes meenemen. Wacht. Wacht eens. Ik wil één ding testen. Oh, dat kan gewoon. Oh joh, dat is ziek. Is het beter? Ah wacht, dan weet ik al wat, ik weet al wat. Deze trek kan namelijk ook. Ik weet, ik laat de motor aanstaan. Dat boeit niet. Want kijk, als ik nou die afkoppel. Die ja. Dan kan ik deze aan de voorkant doen. Want die kleine kan dat sowieso twee dingen niet. Ja. Ja, zie je, dat is ideaal. Dus kijk naar de voorkant. Zullen die inklappen? Ja. Oh, ja, dat is chill. Die is wel ingeklapt. Weet je wat we doen? Dan zetten we deze ook. Die gaat weer terug. Naar de boerderij. Dan zetten we die... Hier zo. Oké, op. Volgende. Kijk, ik kan die ook even pakken weer. Doe die aan de achterkant. Zie je? Kijk, hoeven we niet twee keer heen en weer voor zo'n gewicht. Best wel handig. Ik moet je zeggen, hij kan best hard, vind ik. Het is meer een vervoermiddel. Gewoon dingen waar je mee kan vervoeren en zo. Vind ik. Nou ja, hij is wel leuk om zo'n klein dingetje. Kijk, dit veld links. Dat lijkt me, als die weer kunnen oogsten, dan rijden we er zomaar naartoe. Dat doen we echt zo, hè. Dat hebben we zo gedaan. En sowieso met een grote hakselaar kan je dat zo doen. Hoppa. Oké. Wat ik eigenlijk van plan ben, dan zetten we die voorste even hier neer. En die achterste, die laten we eraan. Want dan kunnen we die alvast gebruiken. Als we deze nou op dat grote veld doen,
zijn aan het werken hoor. Die is zo klaar. Nou, dan doen we die andere. We hebben nog wel een gewicht daar liggen, maar die pakken we zo even snel op. Kijk, want als het goed is, kan deze gewoon aan de achterkant. Oh, dat kan niet. Oh. Nou, wel even naar kunnen kijken. Als ik nou een zware gewicht erop doe. Stel je voor, ik doe die erop. Dat is wel een zwaarder gewicht. Ja, gaat nog net. Gaat nog net. Kunnen we nog vast bijvullen? Hallo? En dan komt er een zaad. Als er zaad in gaat, ja. Trouwens, dat is helemaal geen zaad, dit. Waar is het andere zaad? We hadden toch zaden hier liggen? Wat? Hoe kan dit? Hier lag zaad. Weet ik 100% zeker. Is een zonde eigenlijk. Want er moeten wel zaden in. Oké, wacht maar. Ja, weet je wat het is? Ik kan gewoon niks hier meer. Het is gewoon waardeloos. Weet je wat we doen? We zetten deze neer. Deze mag even op zijn plek terug. Even voor duidelijkheid, dingen die ik heb geleend. Ik kan toch ook hier huren? Oh ja, hier staat het. Wielgewichten op de tractor worden aangeraden. Ja, dat begrijp ik. Dus wat we doen, we zetten deze terug. En dan pakken we weer even een andere trekker. Ja, ik begrijp ook niet waarom het zo gaat. Ik zal straks even naar de video kijken. Ik begrijp vooral niet waarom we ineens geen zaad meer hebben. Want we hadden gewoon zaad. Dat weet ik 100% zeker. Moeten we even een andere trekker pakken? Zijn de twee trekkers weg? Waar is de Valtra? Waar is de Valtra? Beter hebben we de Valtra nog. Wacht even hoor. Als je dat doet. Valtra. Waar is de Valtra? Huh? Wat doet dat ding?
Waarom staat het ding überhaupt hier? Maar goed, we hebben hem gevonden. We doen straks wel even iets met de oogstmachine. Deze is ook een beetje zwaar, hè? Ja, hoe is dat? Hoe moet dat? Wat is dit? Nou, wat dan? Even kijken hoor, Pallet. Gooi er gewoon even een paar liter zaad in. We zijn ongeveer al blut. Wajo. Oké, kom maar achter terug. Ja, mais, hij staat al mais. Geen idee wat er staat. Maar oké. Gaan we zo inzaaien. We gaan gewoon dwars door het veld in, weet je? Waarom niet? Waarom niet? Weet je? Je weet toch? Oké, hier moeten we ook nog eens in zaaien. Oké, beter hebben we alles. Oh, hij was er niet. Nee. Wacht maar. Maar jongens. Even thumbnail maken. 3, 2, 1 en ja, thumbnail gelukt. Weet je, doen jullie het anders even lekker zelf? Oké, er is nog een beetje gras over. Geef niks hoor, nee, geef niks. Er liggen een beetje stenen. Klein beetje. De stenenrapen wil ik ook nog wel. Die hebben we een keer gekocht, maar toen had ik hem weer verkocht. Geen idee waarvoor. We hebben geen voer meer. Dat is best wel boog. Oké, we hebben zeg maar een probleem. Nee, we hebben geen probleem. Hé?
Oké, wat we gaan doen is, we kopen even kippenvoer. Waar is kippenvoer? Er staat toch helemaal geen kippenvoer tussen? Oh, wacht. We moeten wel even... Zo, ja. Tarwe. Ik weet het. Pijnlijk. We hebben al bijna geen geld meer. Dus we moeten zo een contract doen. Moet. Als we die kippenzooi hebben gehaald. En zo. Ja. Weet je wat? Waarom verkopen we dit nog gelijk echt maar eerst? Oké. Oké, en dan zetten we dit nog eventjes hier. Oké, we hebben in ieder geval iets. 2000 euro vond ik wel goed. Weet je, we moeten gewoon iets grotere van de kippen dingen doen. Ja, je weet wel wat ik bedoel, hè? Er staat hier gewoon een pallet midden op de straat. Beter geen tarwe. Maar ik doe het wel even aan de kant. Ja. Anders hebben de auto's er een beetje last van. Oké, wat we gaan doen. Wow. Oh. Oh, joh. Nee. Waarom doe ik dat weer zo lullig? Shit. Alsjeblieft, auto, rijd maar overheen. Oké, nu gaan we het afleveren. Ja, bedankt, afleveren. Uw pakketje komt eraan. Alleen een beetje vertraging vandaag. Dan rijden we rustig naar huis.
Weet je, die zaden kunnen we ook nog in onze andere ding kiepen. Laten we het eerst nog maar eens even bekijken. Eerst even bekaken. Oké, kippies. Kip zegt tolk, kip zegt tolk, kip zegt tolk. La 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 la. Oké. Weet je waar we neerzitten? Zijn we nu even hier neer? Want meneer is waarschijnlijk al klaar. Ja, dat dacht ik al. Ho, ho, ho. Snel volgende doen. Nou, die is ook maar weer bijna klaar. Oké, dit wordt weer een lange video, ik weet het. I know that dit is ja. Ja. Een very lange video. Ja, very good, very nice. Dat liedje weer mag. Stom liedje. Ja, er zit nog genoeg zaad in. Nou, flink eigenlijk weer niet. Trouwens, de ring moeten we repareren. Trouwens, als je je afvraagt waarom alles zo schoon is, dat komt omdat ik het vuil heb uitgezet. Ik ga. Jongens, ik ga sowieso al No Man's Land doen. Dat denk ik wel. En ik denk ook wel Wilhelmina 22, als ik goed uitspreek. Maar dat moet wel goed komen. Dus wat wij nu gaan doen. Nee, wacht. Wow, wordt soms van omhoog gewezen. Kijk, dit is echt chill aan die dingen, man. Serieus, de volgende gameplay, ik ga het echt kopen, is echt chill. Je hebt ook tracks, maar weet je, dat is, die tracks hebben helemaal geen nut. Echt lekker, dat is een grapje. Als er meer aan moet, zeg je maar. Nou. Dag al. Ga nog aardig voor in ook. Oké, thanks voor help.
Dan ben je echt niet harder. Echt serieus. Alle farmings, maar ook echt alle farmings, die kleine combines of overmachines, gaan allemaal 20. Dat is zo irritant. De eerste keer dat ik hiermee speelde en toen was dit mijn eerste voertuig waar ik in reed. Toen vond ik dit hard, maar toen ging ik in mijn trekker rijden, die ging 35. Toen vond ik dat pas hard. En als je dan weer hierin rijdt, is het echt langzaam. Dus ja. Oh ja. Oh. Ja, let's go. Kijk, dit gaat een beetje hard. Hoeft niet te hard of zo. We moeten weer een beetje kijken bij de koolzaadoliefabriek. Bij de oliemolen moeten we even kijken hoe het gaat. Want als we daar dingen kunnen verkopen, zou het ook wel top zijn. Oké. Thanks en we gaan. We go to the only molen. Serieus, die autoload trailer is zo relaxed. Echt waar. Die is echt relaxed. Oh. Ik remde zo hard, maar hij remde niet op tijd. Ja hoor, dan gaat het. Nou, reed. Ik rij één keer tegen auto aan gelijk. Bot. Oké. Hey jongens, bedankt voor de 42 abonnees. Zeer zeker bedankt. We hadden een abonnee erbij gekregen. We hadden ook 42 abonnees. Of 43 een keer. Maar dan is er iemand weer weggegaan. Dat is wel jammer, maar ja. Weet je, je kan niet alles hebben. Je moet ook soms een beetje rustig afwachten. Oké, dat hebben we gedaan. Nu moeten we even kijken. Hoe het hier gaat. Ja, ik denk wel goed. Deze kan dan ook weer aan het werk hier. En wat wij gaan doen is even een contractje doen. Want ja, hoe meer geld, hoe beter.
Nee. Nee. Hou je mond. Nee! Dit meen je niet. Even serieus. Hoe staat dit op zonnebloemolie? Dat hele veld moet er opnieuw doen. Nee, dat is zonde hiervan, joh. Nou ja, we huren wel. Dat scheelt, maar... Nee, dat is echt zo poep. Nou ja, deze doen we dan in ieder geval wel goed. Het was de bedoeling dat we mais deden. Wat doet deze gast? Echt waar. We zijn al bijna 3 kwartier bezig, man. Weet je wat ik ga doen? Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het nou leuk, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op belletje klikken. En dan zie ik jullie weer, zoals altijd, de volgende keer. Later!